Nou, ja, want kijk, er miste nog één gelauwerde in het rijtje wat we net hebben gezien. En tot vanochtend wist hij niet dat hij een lintje zou krijgen natuurlijk. Nee. Maar tot zojuist wist hij niet, en misschien zelfs nu nog niet, waarom hij eigenlijk in 's hemelsnaam hier bij ons in de studio is. Maar dat kan een reden hebben, want hij is 120-vrijwilliger, radiomaker bij ons. Dus onder valse voorwenselen werd hij bij ons naar de studio gehaald. Ja, we gaan dus langzaam plaatsmaken voor Dirk van Dijk. Die vandaag ook werd gelauwerd. En tot ziens zegt tegen de burgemeester, bedankt. En dan komt hij bij ons in de studio. Kijk eens, daar is hij. Welkom. Vertrouwd terrein. Ja. En Dirk, we willen je heel, heel graag vragen om even plaats te nemen. Zodat we met je in gesprek kunnen. Want ik zit me wel gelijk af te vragen, Dirk. Zit je liever daar of moeten wij even wisselen? Dat dit een natuurlijkere plek is. Het doet allebei, je weet het, hè? Ja, daarom. Ja. Want het is voor jou een verrassing dat je vandaag lid werd in de orde van Oranje Nassau. Dat mag je zeggen. Maar ook dat je vandaag hier bij ons in gesprek ging. Is dat iets voor jou? Ben jij, zeg maar, hou je hiervan of heb je zoiets van, nou... Praten voor de microfoon vind ik allemaal prima. Maar in deze situatie is het natuurlijk allemaal even anders, hè? Dat snap je wel. Mm-hmm. Ja. Je bent wel overdonderd, ik dan, hè? Het is wel een hele bijzondere situatie natuurlijk. Daar reken je toch niet op wie houdt daar nou rekening mee, zeg. Maar hoe ging het bij jou vandaag? Ik werd naar het benzinestation gelokt op de Kuipersdijk. Ja. Zo van, oh, we gaan even gezellig koffie drinken. 10:30. Ik zei, kan het niet om 10:00. Kan het niet om 11:00. Nee, 10:30 precies. Ik was er om 10:30. Ik zat nog niet goed en wel. Of ik kreeg die laptop voor me. De burgemeester in hoogste eigen persoon. En die begonnen meteen een heel verhaal af te steken over alle verdiensten en waarom ik daar dan zat. En toen hoorde ik dus dat ik een lintje kreeg. Wauw. Ja, en het is wat ongemakkelijk om dat van jezelf altijd te zeggen, dus dan ga ik het maar doen. Je kreeg vandaag een lintje voor je vrijwillige verdiensten op het gebied van sport. Hè. Je was en bent een drijvende kracht uit de schoolvolleybal bij Bonhoeffer College Enschede. Mm-hmm. In samenwerking met de volleybalvereniging Twente 05 heb ik zelf ook mogen zien in levende lijven. Waarmee je over de hele wereld rond bent gegaan. Ja. En op verschillende manieren natuurlijk hier bij ons, bij 1 Twente, ook werkzaam als vrijwilliger. Zeker. En toen vroeg ik me even af, ik ga ook even voor jou iets pakken, Dirk. Het is echt, je bent een beetje de opera vandaag. Ja, klopt. Maar ken je de film Cast Away? Nee, ik ken wel de Castaways, maar er was een popgroep in de jaren 60. Daar ga ik jouw programma over, dus daar ken je genoeg van. Nou, Cast Away gaat over, Tom Hanks speelt dat en die komt op een onbewoond eiland. En dan heeft hij eigenlijk nog maar één vriend op dat onbewoonde eiland. Oh, ja. En dat is een volleybal. Ik ga hem je geven. Gaaf. Want Ik zag een vergelijking. Ja. Deze volleybal. Is de volleybal ook een soort vriend van Dirk van Dijk? Nou, weet je, volleybal. Het is meer dat je met leerlingen grenzen verlegt. En we hebben, ik zei net nog tegen Flip, 2 jaar geleden werden we kampioen van Nederland basketbal bij het schoolbasketbal. En handbal hebben we ook diverse keren gewonnen. Dus het is meer, welke leerling moet je hebben? Wat kan die? Wat kun je ermee bereiken? En hoe kunnen we de grenzen zo verleggen dat je een topprestatie levert? Ja, ja. En of dat nou volleybal of wat anders is, dat maakt niet zoveel uit. Nou, volleybal is blijkbaar de meest populaire sport wat dat betreft. Dus daar zijn we het meest in geprofessionaliseerd. Nou, dat kun je wel zeggen. Want meerdere malen over de hele wereld, de andere kant van de wereld geweest om finales te spelen. Nou, zo is dat. Ja. Die sporten, dat lesgeven, dat heb jij gedaan tot aan na je pensioen. Tot en met 70. En op een gegeven moment was je de oudste lichamelijke opvoedingsdocent in heel Nederland. Dat klopt. Wat eet jij? Nee, maar hoe krijg je het voor elkaar? Want sommigen die vallen dan zeg maar als ze 60 zijn al niet. Nee, het is natuurlijk ontzettend leuk om te doen. En als je iets ontzettend leuk vindt om te doen, dan gaat het ook gemakkelijker en hou je het goed vol. Dan ben je lekker moe. En als jij tegen dingen opziet, ja, dan ben je elke avond uitgeput en snak je naar je pensioen. Ja. Nou, dat heb ik dus nooit gehad.
Nee, ik heb dat zelf gezien, want ik ben ook mijn lichamelijke opvoedingsdocent geweest. En nou, ik weet ook dat er veel mensen zijn die les hebben gehad van u, die zullen zich dat afvragen. Wat ik me heel goed herinner, is hoe u altijd waarschuwde over de gevaren van het gymmen. Bijvoorbeeld niet aan het doel hangen, want er is een keer iemand geweest die hing aan het doel, die kreeg het doel, klik! Op zijn nek en hij was weg. Ja, hij was door midden. Ja. Of niet speerwerpen als er iemand in het veld loopt. Want nee. Er was een keer iemand. Hartstikke idee. Ja. En daar ging die. Ja. En ik heb me altijd afgevraagd. Als middelbare scholier dacht ik. Ja, het zou best wel eens waar kunnen zijn. Ja, vroeger hè. Ja, dat hebben wij zelf nooit meegemaakt hoor. En het is ooit gebeurd ergens in Nederland. Het is ook ooit gebeurd dat iemand van de derde honk kwam bij honkbal. En iemand van thuishonk die de verkeerde kant opliep. En dat ze elkaar in het midden tegenkwamen, allebei dood. Botsing. Ja. Ja, maar goed, is één keer gebeurd. Ik geloof in 1932. Ja, ja. We zijn natuurlijk heel blij. Je bent ook vrijwilliger bij ons. Je maakt een programma over de 60s. Ja. Misschien nog een soort van kort tot de afsluiting van dit gesprek. Wat zou jij aan ons als jongelingen over die 60s willen zeggen? Waarom is dat zo'n bijzondere tijd? Waarom wil je daar zo graag een programma over maken? De tijd waarin de mooiste muziek werd gemaakt. En als jij een plaat hoort uit 1960 of één uit 1969, hoor je meteen welke uit 69 is. Maar ik nu een plaat hoor van nu en eentje van 10 jaar geleden, denk ik ja. Ik weet het niet. Dat ging allemaal zo snel. En het waren natuurlijk de lui van de geboortegolf na de oorlog. Dus die hebben van alles en nog wat meegemaakt wat snel verbeterde. De techniek alleen al. Ja, en al die legendarische groepen aangevoerd door de Beatles en de Beach Boys en de Stones. Kijk aan. We zien het enthousiasme ook voor die tijd. Raakt er niet over uit. Nee, daar gaan we binnenkort een keer over hebben. Ja. Mooi om de energie te zien. Dirk van Dijk vandaag gelauwerd tot lid in de Orde van de Oranje Nassau. Heel erg gefeliciteerd daarmee. Bedankt.